Zeker als je kijkt vanuit Nederlands perspectief, zijn we heel gevoelig voor dat oprechte. Of het, ja, vooral het niet oprechte. Dat neppe. Ja, en als je het erover hebt, ook met mensen, nou ja, dan herkent iedereen zich erin wanneer die oprechte persoonlijke aandacht er niet is. En ook wanneer die er dus wel is. Dus het is zo'n herkenbaar iets, omdat je dat ergens voelt of merkt. Nou ja, je zesde zintuig aangaat daarin. Ja, het is misschien wel leuk om straks te kijken, want ik vraag me af of het nou echt een zesde zintuig is, of dat we gewoon onbewust lichaamstaalsignalen oppikken. Ik denk de een wat meer dan de ander. Dat ligt misschien aan een persoonstype. Ja, ik denk altijd meteen aan dat Amerikaanse, hello, welcome, how are you? Ja. En als je dan wil reageren, dan is iemand alweer doorgelopen. Dat idee, hè? Ja, en als je het dan hebt over echt die aandacht. Ik weet, ik ben in Las Vegas getrouwd, bijna 10 jaar geleden nu. En ik dacht, ik ga me een keer op laten maken. Dat doe ik nooit. En ik zei, nou, in mijn beste Engelands, van niet te veel, maar wel naturel. En ik stond in de lift terug naar boven om een half uurtje later te gaan trouwen. Nou, het leek wel of er een grote deken qua make-up op mijn gezicht zat. En ik denk, ja, die mevrouw heeft echt helemaal niet naar mij geluisterd. Dus net voordat de limo kwam, heb ik alle make-up er weer af staan poetsen. Denk, oh ja, weet je, die aandacht, die was er niet. Ja. Ja, je ziet het ook best wel heel vaak, ook wel in mijn retail, dat die gemaakte zinnetjes. Ik weet nog dat op een gegeven moment was dat bij de Ethos. Dan stond je in de rij en dan allemaal mensen achter jou te wachten. En dan wil je afrekenen en dan gaan ze vragen, heeft u alles gevonden, mevrouw? Ja, je zou eens voor de grap moeten zeggen, nee, maar... ik zoek nog de tandpasta en de tissues. Ja, die dame gaat niet achter die balie vandaan komen om je dat eventjes aan te geven. Nee, maar je ziet het ook gewoon hoe ze het zeggen. Dat ze denken, ik hoop niet dat je ja zegt of nee zegt. Ja, dat, hè.